Nou, ik ben uh, Luc Gielen, ik speel C. Jullie hebben met de club uh, een goede eerste competitie zelfs, uh, gehad. Uh, neem je dat vertrouwen mee naar, uh, naar de periode richting het EK? Uh, ja, ja, het scheelt wel veel. Uh, we hebben met de jonge ploeg uh, best wel uh, constant gespeeld nog, uh, ook voor mezelf. Uh, je ziet dat het team heel erg aan het groeien is en dat we met z'n allen doorgroeien en dat ik zelf ook nog meegroei. Uh, het scheelt natuurlijk veel dat we Robin Vergaan aan de kant hebben, dat iemand uh, die heel erg veel ervaring heeft, als je ook kijkt naar uh, de Olympische Spelen, uh, die ervaring uh, doet hij ook weer door, uh, geeft hij door aan mij en uh, dat geeft mij wel veel vertrouwen. En zo leer ik een hoop kleine dingen van hem die ik wel meeneem naar het EK inderdaad. Welke posities uh, ga jij op richten in het, om in het team uh, te komen? Uh, ik ben voornamelijk midachter, dus uh, dat is echt uh, mijn specifieke rol. En uh, jullie hebben afgelopen jaar een uh, World League Serie gehad: van, van zes wedstrijden tegen toplanden. Uh, hoe kijk je daarop terug? Uh, ik denk wel positief. Uh, het waren voor mij de eerste echte officiële wedstrijd dat ik zelf meedeed. Uh, en uh, ik denk dat ik uh, me redelijk uh, goed heb gered uh, voor de eerste keer dat ik echt uh, zelf op uh, dat niveau kon spelen. En je ziet ook dat we met de hele groep uh, daar echt in uh, doorgroeien. Want we zijn met veel jonge gasten, zoals ik zelf. En uh, allemaal pikken we dat redelijk uh, goed op, denk ik. En uh, ik denk dat het wel uh, perspectief biedt voor het EK.